Hoi, leuk kijken naar weer een nieuwe video. En in deze video heb ik de welbekende schoolspullenshopblog voor jullie. Ik heb hem tot nu toe elk jaar gemaakt. En dit is alweer de vijfde, want ik ga naar 5 VWO. Yes, we zijn over. Ik ben er dit jaar redelijk vroeg bij, want ik dacht, dan kan ik jullie gewoon allemaal een beetje laten zien wat ik heb gekozen. Zodat jullie misschien nog een beetje inspiratie op kunnen doen. Wat ook heel erg leuk is, jongens. Ik werk inmiddels iets van een maand, denk ik, bij de HEMA. Maar ik koop eigenlijk elk jaar mijn schoolspullen bij de HEMA. En dit jaar dus ook. Dus ik heb eigenlijk als een van de eerste alle schoolspullen kunnen zien. Want ik vul natuurlijk alles bij. Dus dat was echt heel erg leuk. En ik had dan meteen bedacht van, oh, ik ga dit kopen en dat kopen en zo. En ook nog heel handig, jongens. Als je bij de HEMA werkt, krijg je altijd 15% korting. Dus ik heb al mijn schoolspullen met 15% korting kunnen kopen. Dit jaar heb ik weer gewoon lekker een beetje pastelthema. Dus ik ga het nu gewoon allemaal aan jullie laten zien. Voordat we beginnen, nog even een dingetje. Misschien zien jullie het al. Ik gebruik nu even een ringlamp. Gekregen van mijn vader. Die heeft het weer gekregen met zijn werk, dingen allemaal. Maar echt heel erg fijn. Daardoor heb ik lekker mooi licht. Of in ieder geval, ik hoop dat het mooi is. Ik heb nog geen idee. Maar laten we hopen dat het goed is. Voor de mensen die mij nog niet kennen, want er zijn heel vaak nieuwe kijkers tijdens dit soort video's. Ik ben Almijn, hoi. En ik ga volgens mij naar 5 VWO. Of eigenlijk 5 gymnasium, maar bijna hetzelfde. Voor de rest heb ik qua vakkenpakket NG en T. Dus ik heb echt bio, scheikunde, natuurkunde, dat soort dingetjes allemaal. Eigenlijk heb ik dit jaar niet heel erg nagedacht over wat ik allemaal moest halen. Ik heb gewoon wat kaffepapier, wat schriften, want dat heb ik elk jaar wel een beetje nodig. En ja, ik ga het gewoon lekker laten zien. Oké, we beginnen met het kaffepapier. En dat is dit kaffepapier. Het is gewoon een driepak van mintgroen, roze en geel. Oké, ik moet even scherp stellen. Maar deze had ik dus vorig jaar ook. En ik vond het gewoon hele mooie kleurtjes. Vorig jaar had ik nog één extra rol. Maar toen had ik ook nog Frans. En dat vak heb ik inmiddels laten vallen. Ik heb vorig jaar ook heel veel werkboeken gekaft. Terwijl die niet per se gekaft hoeven te worden. Maar dat vond ik gewoon mooi. Dus ik heb dit jaar aan 3 rollen genoeg. Ook in de bovenbouw heb je veel minder vakken. In de brugklas had ik volgens mij echt 5 rollen nodig of zo. Maar 3 is voor mij genoeg. En deze 3 rollen waren 2 euro. Dan gaan we door naar de schriften. Ik heb dit jaar net zoveel schriften gekocht. Want ik had eerst alleen deze schriftjes gekocht. Alleen 3 lijntjes schriften waren net iets te weinig. Dus toen had ik nog een 5 pak bijgekocht. Achteraf had ik alleen deze nodig gehad. Maar ja, het was gewoon een beetje een leuke afwisseling van patroontjes. Dus voor de rest ook weer niet heel erg. Maar als eerste dus dit 5 pak. En dit zijn 3 van deze roze schriftjes met daarop. Zo. Er staat op You Are Golden. Ook een beetje met dat bladgoud. Heel erg leuk. En er zitten er nog 2 van deze witte schriftjes bij. Met van die gouden stippers ook. Ook een beetje met dat van dat bladgoud. Weerspiegelend goud. En dit zijn dus gewoon lijntjes. En die gebruik ik vooral voor talen. Dus zoals Nederlands, Engels. Maar ook voor maatschappijleer. Wacht, dat heb ik volgens mij niet meer. KCV, Latijn. Een beetje dat soort vakken. Deze 5 schriftjes waren trouwens 2 euro. Dan dus ook nog deze 3 schriftjes. Oh, het is een beetje overbelicht, maar het is mintgroen. Op beeld lijkt het net iets lichter, maar in het echt is het ietsje donkerder. En het zijn ook gewoon 3 lijntjes schriften en deze waren 1,50. Dan heb ik ook nog van deze kleine ruitjesschriften. Ik vind dat heel erg handig voor bijvoorbeeld scheikunde of economie. Ik gebruik het ook altijd voor natuurkunde. Ik heb heel veel van dat soort rekenvakken. En daarvoor vind ik van die ruitjes gewoon handig. Ik weet niet waarom. En deze zijn dus in het roze. En dit zijn 3 schriftjes en die zijn ook 1,50. Natuurlijk hebben we ook nog de grote wiskundeschrift. En ik vond deze wel heel erg leuk. Deze hebben zo'n patroontje erop. Op deze staat One of a Kind met van die leuke hartjes met het goud. En het andere schrift is roze met allemaal gouden hartjes. En dit zijn dus 2 wiskundeschriften. Meestal heb ik er 3 of 4 nodig. Maar ik had er nog 2 over van vorig jaar. En dit zijn gewoon van die mintgroene met ook 10 mm ruitjes. Deze kleur is trouwens wel wat donkerder dan deze schriftjes. Deze zijn net iets lichter. Vind ik zelf wat mooier. Maar ja, deze had ik natuurlijk al. En even voor jullie info. De mintgroene kafpapierrol is niet dezelfde kleur als die oude schriften. Maar dezelfde kleur als de nieuwe schriften. Dus dat is wel leuk. Deze 2 wiskundeschriften zijn 2 euro. Dan hebben we natuurlijk ook etiketten nodig voor op onze boeken. En ik vond deze wel heel erg leuk. Allemaal een beetje in datzelfde pastelthema. Op de bovenste staat You Are Golden. Dan heb je gewoon een gele normale. Dan die daaronder staat Hey You Rock. En de onderste is ook weer gewoon normaal. Wel allemaal leuk met gouden details. En deze passen gewoon weer helemaal bij het hele thema. Hier zitten er 20 in en dat is maar 1 euro. Dan niet per se schoolspullen, maar dit hoort wel bij de schoollijn. Een wegwerpcamera. Ik heb dit zo vaak gezien op TikTok en ik dacht, oh, dit lijkt me zo erg leuk om te hebben. Dit is dus een camera
En die moet je eigenlijk net als ouderwets als vroeger kan je foto's maken, maar je kan ze niet zien. Je ziet pas de foto totdat je ze hebt laten ontwikkelen. En het kan ook gewoon bij de HEMA. Dus als je 27 foto's hebt gemaakt, laat je hem ontwikkelen bij de HEMA. En dan krijg je gewoon je afgedrukte foto's terug. Ze hadden per schoollijn hadden ze allemaal verschillende printjes. Ze hadden volgens mij ook normale zwarte. Maar ik vond deze met roze hartjes wel leuk, want dat past ook weer helemaal bij al mijn schoolspullen. Deze camera was 12,50. Is dus niet heel goedkoop. Maar van andere merken was dat nog duurder. Dus ik vond deze wel leuk. En zodra ik al mijn foto's heb gemaakt, ga ik er een heel leuk fotoboek van maken. En daar heb ik ook al wat spulletjes voor meegenomen. Natuurlijk hebben we een beetje een soort fotoboek nodig. Ik wilde niet echt een heel dik fotoboek hebben, want er komen maar 27 foto's uit. Dus ik wilde een wat dunner boek hebben. En dat is dus dit notitieboek geworden. Het is gewoon heel simpel zwart met harde kaft. En het zijn gewoon allemaal witte pagina's. Haal ik maar 1,25. En ik wil de voorkant wel echt leuk gaan maken met deze stickertjes. Van die gouden letterstickers. Ga ik er Hot Girl Summer 2021 op schrijven. En misschien nog iets van een leuke foto eronder doen of iets. Gewoon een leuke voorkant wil ik gaan maken. En dan wil ik gewoon hele mooie pagina's gaan maken met allemaal leuke foto's van deze zomer. Van vakantie, van reizen met vriendinnen en dat soort dingen. Lijkt me gewoon heel erg leuk voor herinneringen en ook leuk om te doen. Ik heb bijvoorbeeld ook nog deze stempeltjes daarvoor gekocht. Dat zijn gewoon allemaal van die stempeltjes met lettertjes. En dan kan je zo allemaal dingen erbij stempelen. Bijvoorbeeld waar je bent geweest. Gewoon leuke tekstjes kan je erbij schrijven. Met andere stickertjes wil ik er nog dingen bij plakken. Maar ik heb heel veel geboedenjournald vroeger. Dus ik heb nog best wel veel washi tape en stickertjes daarvoor. Dus die had ik niet per se nodig. Maar dit leek me gewoon heel erg leuk als herinnering van deze zomer. Dus daarom heb ik dat gekocht. En dan als allerlaatste deze pennen. Echt, vroeger schreef ik altijd met van die blauwe pennen. Maar dit jaar, ik ben echt overgestapt op deze. Deze fineliners zijn zo fijn. Het is gewoon zo'n doosje met 10 van die fineliners erin. Volgens mij is het echt 2 euro. Wacht, bonnetje. Ja, deze fineliners zijn dus maar 2 euro. En het schrijft gewoon zo lekker. Ik weet niet waarom. Het is gewoon fijn. Dus ik ben helemaal overgestapt naar zwarte fineliners. Voor de rest, omdat ik naar de 50 ga, heb ik echt al heel veel dingen. Vorig jaar, toen ik naar de 40 ging, moest ik echt veel dingen bijkopen. Zoals een Latijn woordenboek, een BINAS, grafische rekenmachine, al dat soort dingen. Dit jaar heb ik die ook nodig, maar die heb ik dus al van afgelopen jaar. Etui heb ik nog, schotels heb ik ook nog. Ik zal dan zo even laten zien welke schotels ik heb. Ik heb deze Fjallraven van Kanken. En als je in de eerste of tweede zit en je gaat naar de middelbare, is hij misschien iets aan de kleine kant. Want dan heb je nog heel veel vakken. Maar omdat ik nu een vakkenpakket heb, heb ik niet meer zo heel veel vakken. Dus past het allemaal prima hierin. Want het is niet een hele grote tas, maar gewoon prima voor mij. En dat was het eigenlijk al. Ik had dit jaar gewoon niet zo heel erg veel nodig. Omdat ik nog best wel veel had van de vorige jaren. Zoals al die basisdingen, zoals rekenmachine, dat soort dingen. Dat had ik allemaal al. Dus had ik allemaal niet zoveel nodig. Ik vond het toch leuk om het aan jullie te laten zien. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je dat vond, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En bedankt voor het kijken. Doei!